Een tiental jaren is rallycross, mede dankzij de televisie, zeer populair geweest in Nederland. We hadden verschillende Europese kampioenen, waarvan de Eindhovenaar Jan de Rooij wel het meest bekend was. Als een der eerste landen in Europa konden we over een permanent circuit beschikken, het Eurocircuit in Valkenswaard. Rallycross is een kruising tussen rallyrijden en racen op een circuit. Rallycross dankt zijn populariteit aan het spektakel. Licht duwen is toegestaan, hetgeen vooral bij de start regelmatig gebeurt. Het wegdek van een rallycross-circuit is gedeeltelijk asfalt en gedeeltelijk onverhard. Daardoor zijn er veel gecontroleerde en ongecontroleerde glijpartijen, veel stof en veel spektakel. Sinds 1979, na een onderbreking van een aantal jaren, is Jan de Rooij weer Nederlands rallycross-kampioen. Wie is Jan de Rooij? Geboren in Eindhoven, transportondernemer. Sinds, ja, 8-9 rallycross, waarvan 4 Nederlandse kampioenschappen in Europees, wonende de Zon in Noord-Brabant. Jan de Rooij is nog steeds een man met een ongekende inzet. Hij beschikt over een enorme ervaring en weet als geen ander wat rallycross is. Rallycross verleden. Rallycross zeg ik simpel, het is een explosie van 2,5 of 3 minuten. Er is redelijk veel rallycross gebeuren. Het is nogmaals, de start een heel vlaam punt. Nou, in 2,5, 3 minuten moet alles in een keer alles of niets. Dat is eigenlijk simpel rallycross.